Jullie zijn nu allemaal getuigen van mijn beste rewards ooit in PC Business. Dit gaat echt niet normaal sick worden, want in Versus heb ik de afgelopen dagen zo hard genolijd. Dat is echt niet normaal. Maar ik heb nu nog 2 punten nodig en ik ben dan gepromoveerd. Nou, niet gepromoveerd, dan heb ik divisie 1 gehaald. Dus dan heb ik Versus eigenlijk gewoon uitgespeeld. Als het goed is, krijg je een nieuwe badge en je krijgt 8 van die Versus super packs, die zijn super sick. Dat zijn echt de beste packs die er eigenlijk zijn. Volgens mij in PC Bits. Je krijgt echt onder 2 à 3 packs gewoon een hiken. Dus dat is echt super sick. En ook nog 8 voor Champions packs. Plus we krijgen 1,3 miljoen. Plus nog 80 van die speciale punten. Waarmee je ook allemaal special packs kan lopen. Dat is echt super sick. Voor de rest ben ik laatst ook level 16 geworden. En dat houdt in dat we nog wat gratis special packs hebben. 8 in totaal. En we gaan echt de grote packs openen in Lightning Round. Dus dit gaat in super sick worden. En wat ook nog super nice is, dat je momenteel natuurlijk van die nieuwe icons hebt in PC Bits. Dus hopelijk kunnen we daar eentje van pakken. Dat zou helemaal nice zijn. Maar we laten gewoon Versus gaan doen. En dat potje ga ik eventjes snel bij langs. Ik hoef gewoon even 1 keer te winnen of gelijk spelen. Dat is al voldoende. Dus ik hoop dat dat meteen gaat lukken. En als je 2 keer verliest, dan heb je de punten ook bij elkaar verzameld. Maar als jullie allemaal zin hebben in deze video, zet altijd een duimpje omhoog. 2000 likes. Het is redelijk veel, maar dat moet wel te doen zijn toch op deze video. Want dit is serieus de ziekste reward video ooit. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. Maar ik ga denk ik even snel dit potje voor mezelf spelen. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Of in ieder geval iets verderop in het potje. Want ik denk dat dit niet zo heel veel mensen boeien. 10 minuten later. Oké, als ik deze nu ga winnen met Cellini, dan heb ik sowieso al gelijk gespeeld. En dat houdt in dat we sowieso de rewards kunnen claimen. En we hebben nu sowieso al gelijk gespeeld. Want er zijn nu nog 4 over. En hij kan maximaal nu nog 4 punten halen. Wat zal ik nu doen? Ik doe nu even control. Want ik denk dat hij nu een hele goede speler gaat doen. Dan doe ik nu gewoon mijn slechtste spelen. En hij doet inderdaad zijn beste spelen. Dat is dan voor hem zo fucked up. Maar voor mij is dat super chill. Kijk, daar moet je altijd een beetje tactisch bij nadenken. Hij moest eens winnen. Dus dan ging hij sowieso zijn beste spelen neerzetten. Op goal heeft hij waarschijnlijk die Khan of zo. In ieder geval, dit is een hele goede keeper. Dus daar moet ik voor uitkijken. En op het middenveld, ik denk dat ik deze wel kan winnen. Dus ik doe hier nu Müller en ik win inderdaad. Dus we verliezen niet eens, we winnen gewoon dit potje. En dan kan ik hier defense en bij Werner kan ik control doen. En dan winnen we dit echt super makkelijk. Ik win sowieso de laatste tijd echt super makkelijk. Ik ga echt lekker. Dat zagen jullie trouwens ook aan mijn winstreak. Ik had vorige 5 potjes ook weer achter elkaar gewonnen. Dan hebben we nu een winstreak van 6. Maar hij had trouwens Neuer in goal, niet die ene icon. Maar zelfs nog dikke prima. Dan hebben we nu Division 1 gewonnen. Hoe super sick is dat? Met echt dikke rewards. En we krijgen dus een Versus 1 badge. Wat echt super nice is. We verdienen 2 miljoen coins. Plus nog 10 special plaques. Plus nog 100 van die speciale munten. Dus echt heel lijp. Plus natuurlijk Division 1 rewards. Dit is echt de beste reward video ooit. Dan hebben we in totaal meer dan 3 miljoen coins eventjes verdiend aan rewards. Je kan het nu nog een keer halen. Ja, je kan nu het gewoon de hele tijd opnieuw doordoen. En dan kan je zeg maar gewoon de hele tijd deze rewards claimen van 1,3 miljoen coins. Het is wel echt ontiegelijk veel tijd wat je eraan kwijt bent. Dus dat is een beetje fucked up. Maar ik ga die nieuwe badge ga ik even selecteren. Want die vind ik er toch wel heel baas uitzien. Die hebben niet zoveel mensen. Omdat het gewoon super veel werk is om deze te halen. Dus ik heb nu gewoon een zieke nieuwe badge. Maar laten we nu maar al die packs gaan openen. Ik heb er echt zin in. We hebben nu 8 special packs. 10 special plus packs. We hebben 8 van die super versus packs. En nog 8 voor champions packs. Dit is echt niet normaal. Dit zijn serieus de allerbeste packs bijna die je kan krijgen. En dat allemaal in één video. Deze special packs zijn nog niet heel speciaal. Ik laat gewoon een beetje de hoogtepunten zien van deze packs. Want de kans dat je hier iets uit goed krijgt is, ja, in vergeleken met die andere packs zeg maar redelijk klein. Maar meestal krijg je ook wel iets goeds. We krijgen nu een walkout. Dit is dan Handano fiets. Dat is niet heel speciaal. Nou, dit was mijn laatste special pack. Maar we krijgen toch nog even 1 icon uit die special packs. Dat is nice. En we krijgen er sowieso nog wel meer. Ik kan niet voorstellen dat dit de enige icon is die we gaan krijgen. Maar kom op. Goalkeeper. Oh, dit is van de Sar. Die heb ik volgens mij al wel. Maar de 87 rated versie dus nog niet. Dus dan hebben we nu wel een nieuwe icon erbij. Dat is toch even heel chill meegenomen. Is de icon van deze video. Maar ik verwacht er zeker nog een paar. Helemaal uit die special plus packs. En die versus packs. Daar moeten we toch wel een paar icons uit krijgen. Dat kan gewoon niet anders. En ik koop helemaal op een team op die. Dat zou helemaal nice zijn als dat nog gaat lukken. Nu weer een nieuwe kaart. Dat is wel chill. We gaan echt richting de 5000 kaart op dit moment. Maar we krijgen alweer een icon. Let's go. Ik op 9 of zo'n nieuwe icon. Dat zou helemaal perfect zijn. Dat zijn van die
de zeg maar beter als de allerbeste icons normaal. Ja, zeg maar, hoe heet dat er dat ook weer? Ik ben even de naam kwijt, maar we krijgen nu Luis Figo van 90 Rated. Oké, nice. 90 Rated icons die zijn best wel zeldzaam, dus hier ben ik zeker weten tevreden mee. Tweede icon en het gaat echt super lekker nu al. En we krijgen nu een putje, het is wel koud. Als het niet beter kan, ja, het kan natuurlijk altijd nog beter. Dit is Hazard, hoop ik. Napoli, oh nee, dit is dan Dries Mertens. Welke rating heeft hij eigenlijk? 88. Nou, ik had hem nog niet in mijn club, dus ik ben niet zeker weten tevreden mee. We krijgen zoveel zieke nieuwe spelers. Wat een pack was dit trouwens. Gewoon twee, nou in vorm nog zo'n, volgens mij is dat zo'n Europa League kaart. Twee van die gewone kaarten, van die blauwe kaart en dan nog zo'n fut Champions kaart. Best wel ziek. Oké, nice, het gaat de goede kant op deze video. Koulibaly of zo heet hij. Als ik zijn naam een beetje goed weet uit te spreken, ja volgens mij spreek je het zo uit. Prima verdedigen, daar ben ik zeker tevreden mee. En we krijgen ook nog Werner 85. Had ik al, nou ja, ik had ze trouwens allebei al. Dan heb ik ze nu allebei dubbel. Maar we krijgen weer een walkout. We krijgen zoveel walkouts, dat is echt niet normaal. Maar ik hoop dat er zo meteen in één keer zo'n blauwe flag komt met de Team of the Year. En ik hoop dan dat ik een Team of the Year krijg die ik nog niet heb. De Gea, die zou echt perfect zijn. Want ik kan nog wel een goede keeper gebruiken. We krijgen nu wel een keeper die ik nog niet heb. Dus dat is op zich wel chill. Maar het is niet heel speciaal. En Lacazette, die ik ook nog niet had. Dus ik ben wel tevreden met dat pakketje. Maar we gaan weer verder. En wat is dit? Volgens mij is dit zo'n Futmus card. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad zo'n Futmus card. Moest even kijken. Die krijg ik niet heel vaak. Dus dan is het altijd even denken. Oh, wat voor kaart is dat ook alweer? En dit is Boateng. Ja, sowieso. Nou, chill meegenomen. Had ik volgens mij al wel. Ja, inderdaad. Maar dan heb ik hem nu erop. Ja. Aguero 90 rated. Ik had ze in vorm al wel. Maar deze Fut Champions had ik nog niet. Qua stats maakt het trouwens helemaal niks uit. Ze zijn gewoon precies allebei even goed. Maar het is toch leuk om weer zo'n nieuwe kaart erbij te hebben. Maar we hebben nu dus van 8 van die versus super packs en 10 van die special plus packs. En dit zijn echt de allerbeste packs. En ik zei toch, in deze packs krijg je bijna gegarandeerd om de 2 packs bijna een icon. En in de eerste pack krijgen we ook meteen een icon. Nederland, dan kan het nog heel veel zijn. Is het Gullit? Dit moet haast dan wel Gullit zijn. Ja, 86 Gullit! Nice! Die had ik nog niet. Hij is echt ziek overbouwd. Echt overal goed in. Dus zeker een hele chille icon. Ik denk dat die voor versus game mode ook best wel chill is. Dus ik ben hier zeker weten tevreden mee. En we hebben er nog 7 te gaan. En het is echt niet normaal. Nu helaas geen walkout. Krijg je zo'n Futmus card die niet extreem goed is. Maar als mijn zeg maar berekeningen kloppen, moeten we hier nog wel 1 of 2 icons uit kunnen krijgen. 3 packs heb ik er nu 1 gekregen. Maar we krijgen nu weer eentje. Dus mijn berekening tot nu toe klopt wel. We krijgen echt zoveel icons uit deze pack. Come on, Italië. Kom op, laat het de 90 plus zijn. Dat zou chill zijn. Wie is dit? Linksback? Oh, volgens mij heb ik die nog niet. 88 rated of had ik... Oh, ik had hem wel. Maldini. 88 rated. Nou, het is dikke prima. In ieder geval weer een goede dubbele icon erbij. Kan ik eventueel binnenkort een keer verkopen. En dan kunnen we gaan voor die 100 miljoen. Want ik heb nu al 76 miljoen. Die 100 miljoen die begint recht aan te komen. Wie is dit? Dit is Iniesta. Is het Iniesta? Denk ik dan? Ja, denk het wel. Ja, inderdaad. Dat moest haast wel. Want ik herkende die club niet. En Spanje walkout, dan moet het haast wel Iniesta zijn. En dat was inderdaad ook het geval. In de ene laatste pack krijgen we nog een Europa. Nee, zo'n Champions League card. Dan hoop ik op nog een icon. Ah, helaas. Oké. Okay. 2 icons, dat valt helaas een beetje tegen. 3 was ik tevreden mee geweest. Had trouwens 2 ook, het waren 2 prima icons. Maar ik had, zeg maar, mijn berekeningen klopten dan net niet helemaal. Nu hebben we om de 4 packs 1 icon gekregen uit die packs. Maar ik heb ook wel eens gehad dat we gewoon 3 icons achter elkaar kregen uit die packs. Maar we gaan nu nog al die special plus packs openen. Krijgen waarschijnlijk ook nog wel wat uit. En daarna natuurlijk alle packs die nog in de store te koop zijn. En dan vanaf nu krijgen jullie echt gewoon de hoogtepunten te zien. Dit is Inform Lukaku. Nou, dat is een prima Informpje. Had ik nog niet. Dus weer een nieuwe kaart erbij. Super chill meegenomen. Ik weet niet wat er vandaag aan de hand is, maar we krijgen alleen Futmus cards. En dit is de bruine. Die is 93 rated, dacht ik. Ja, inderdaad. Dus dat is best wel heel ziek. En die had ik, dus die heb ik nu dubbel. En die is sowieso veel waard. Dat kan niet anders. Hebben we er nog ook iets achter? Want dat valt mee. Maar de bruine was wel heel chill. Oeh, nice. Ik dacht eventjes dat dit de Team of the Year was. Maar dit is zo'n Team of the Year nominee card. Die zijn volgens mij ook best wel wat waard. Die zijn best wel zeldzaam. Dus hier ben ik zeker weten tevreden mee. En ik had hem nog niet. Ik zag net even die kleurcombinatie. Ik dacht, hey, dit is Team of the Year. Maar het ziet er wel net iets anders uit. En het was ook net iets anders. Het was dus net geen Team of the Year. Dus dat is een beetje fucked up. Huh? Was dit de Team of the Year? Was dit nou een Team of the Year? Of heb ik dat niet goed gezien? Oh nee, dit is nog zieker. Dit is zo'n Spacey Bits icon. Dit is zo'n speciaal icon. Ik herkende de kleurencombinatie al niet. Dit is volgens mij zo'n nieuwe. Die net nieuw in het spel is. 93 rated. Holy shit. Volgens mij is die net nieuw in het spel. Holy shit, dit is echt een zieke icon.
Check die stad zo, die is psychopoot. Ik denk in first is die echt perfect. En ik had nog helemaal geen goede linksbuiten echt in mijn, zeg maar, club. Dus dit is echt super chill. Ik ga eventjes checken of die inderdaad nieuw was. We gaan even hier kijken. Ja, hij is inderdaad net nieuw. Je hebt een 91 versie, 93 versie en een 96. Maar die 96 kan je alleen met Squad Builder Challenge krijgen. Dus eigenlijk heb ik zijn beste speler gekregen die je kan krijgen uit pack, zeg maar. Dus echt super sick. Ik dacht al, wat de fuck is dit voor een speler? Maar die is sowieso super zeldzaam. Dus dit is nog veel beter als een icon. Maar we krijgen nu ook nog gewoon een icon erachter. Dus eerst zo'n zieke PGPS icon en nu gewoon een icon. Let's go. Weer Italië. We krijgen echt vet vaak Italiaanse icons. Spits. Kom op, laat het even 90 plus zijn. Nee, 87. Die had ik al. Nou ja, weer een dubbele icon erbij. We hebben ondertussen ook zoveel dubbele icons. Maar we hebben nog één special plus pack. En daarna gaan we over naar de gewone packs in de store. We hebben wel een walkout. Oh, dit is zo'n future card. Er kunnen best wel wat goede in zitten. Ik heb... Oh, dit is... Oh, ik dacht even aan Frenkie de Jong of De Ligt. Maar het kan natuurlijk ook Kluivert zijn. Die had ik nog niet. Dus dat is op zich wel chill. Weer een nieuwe kaart erbij. We krijgen best wel wat nieuwe kaarten op deze manier. Nou, ik heb ondertussen eigenlijk alle packs al geopend die ik wou openen. Deze packs die open ik nooit echt. Dat vind ik zonde van de coins. Want meestal krijg je daar niet hele goede spellers uit. Die Future Champions packs op boeien me ook niet. En al die All-Star packs ook niet. Wat ik nog wel ga doen, is deze 7 Icon Moment Card packs openen. De kans is natuurlijk mini klein dat je er eentje gaat krijgen. Maar ja, die kans bestaat natuurlijk wel. Dus ik ga deze even openen. En dan mocht ik er eentje krijgen, dan zie ik jullie dan weer. Nou, dit wordt de laatste. En helaas inderdaad geen Icon Moment Card pack. Nou, dat had ik ook al wel verwacht. Je krijgt er bijna nooit eentje uit. Maar ik vond het trouwens toch wel even leuk om aan jullie te laten zien. Ik heb natuurlijk de laatste tijd vet veel versus gedaan. Ik heb momenteel 513 van die rare packs. Dat is echt niet normaal. 161, 81 plus spelers packs. Deze versus match pack die zei trouwens soms ook nog wel goed. Alleen dat is nu helaas niet het geval. Maar dan laat ik hierbij voor deze video. Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze zieke, maar dan ook zieke reward video. Zieke nieuwe spelers kreeg vooral die PCBits icon. Die vond ik echt heel nice. Die ga ik sowieso denk ik wel gebruiken in versus af en toe. Of gewoon in mijn beste team. Want daar kan die denk ik ook wel in. Maar dan bedankt jullie allemaal voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. Als je dat nog niet hebt gedaan. Dan heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later wachten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond. Dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen. Waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk. Want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd. Druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!